Hallo lieve mensen, Kees Tol hier. Je hebt elke dag wel te maken met taal en cultuur. In je werk of privé. En in mijn werk als presentator is taal heel belangrijk. Ik schrijf namelijk en lees uiteraard mijn eigen presentatieteksten. En ik ben actief op social media, zoals Instagram. Lezen en schrijven is voor heel veel volwassen mensen in Nederland best lastig. Dan heb je ook nog verschil door bijvoorbeeld werktaal, gebarentaal, spreektaal, spreekwoorden, noem maar op. En alle mensen hebben een andere achtergrond. En dat maakt het soms lastig om elkaar te begrijpen. Vaak schamen mensen zich dat ze als volwassenen moeite hebben met taal. Nou, als ambassadeur van Stichting Lezen en Schrijven zet ik mij in om die schaamte te doorbreken. Net als veel taalambassadeurs die ooit zelf moeite hadden met taal. Ergens moeite mee hebben is namelijk niet iets om je voor te schamen. En belangrijk is om die eerste stap te maken en hierover te praten. Beter kunnen lezen en schrijven maakt je sterker in je persoonlijk leven en op je werk. Op het Sterk aan het Werk festival kun je oefenen met de verschillende soorten taal en andere culturen. Of korte video's bekijken over hoe anderen met taal omgaan. Zoals bijvoorbeeld Pamela Melkert, werkzaam bij het sociaal werkbedrijf WNK in Alkmaar. Nou, vandaag staat taal en cultuur centraal en heb ik een leuke opdracht voor jullie. Jullie weten dat ik uit Volendam kom en hier hebben we natuurlijk onze eigen gewoontes, taaltje en spreekwoorden. Of in goed Volendams gezegd bijvoorbeeld, we doen een neus op je dakken. Ik zeg maar eventjes wat. Ik daag jullie uit om samen met jullie collega's favoriete spreekwoorden te bespreken. Mail de leukste aan SBCM, zodat ze deze online kunnen plaatsen. Ik zou zeggen heel veel succes en zet hem op.